De goedheilige man. Hem wil ik tekenen, denkt Daniel. Er zijn nu toch geen klanten. Hij kijkt omhoog naar de gevelsteen van Sinterklaas. Zegenend houdt de heilige zijn hand op, terwijl hij over de dam in het niets lijkt te staren. Aan zijn voeten zitten drie roze jongens in een pekelvat. Daniel probeert zich het verhaal over die jongens te herinneren. Zijn vader heeft het verteld toen ze op een dag samen op de vollenkar reden. Iets met een dikke slager en een vat vol gezouten vlees. Ineens weet hij het weer. Die jongens werden vermoord en in een pekelvat gestopt. Als hij zijn ogen sluit, ziet hij het voor zich. De slager hijst zich de trap op, slaat de krakende tree over en sluipt naar de kamer van de slapende jongens. Het scherpe mes in zijn hand trilt een beetje, maar zijn bolle gezicht staat vastberaden. Zijn vleesvoorraad is bijna op en de varkenshoeders vragen steeds meer voor hun dieren. Daniel opent zijn ogen en de beelden verdwijnen. Geen verhalen maar Saartje te vertellen. Of juist wel. Hij kijkt grijnzend naar de gevelsteen. Dan buigt hij zich over zijn papier en begint met een houtskooltje de heilige te schetsen. De grote hand, zijn arm die verdwijnt in de plooien van zijn mantel. Lastig, die plooien. Daniel zet aarzelend een paar lijnen, kijkt op, schetst verder, kijkt opnieuw. De handen van Sinterklaas zijn kolossaal en zijn voeten veel te klein. En dan die blik. Door de rimpels op zijn voorhoofd kijkt hij net zo bezorgd als moeder doet wanneer er weer eens geen eten is. Wat zou er in zijn hoofd omgaan? Waar maakt die man zich zorgen over? Meteen schudt Daniel zijn hoofd. Het is maar een steen. Hij drukt het kooltje op het ruwe papier en schetst een rimpeloos voorhoofd. Zijn Sinterklaas wordt vrolijker. Ineens struikelt er iemand over het krukje waar Daniel op zit. Het kooltje schiet over het papier en maakt een lelijke kras, dwars door de plooien heen. Verstoord kijkt hij op. Kun je niet uitkijken? Snauwt hij. Een jongen in versleten kleren draait zich om. Zijn gezicht is bleek en zit vol smerige vegen. Zijn grote ogen lijken Daniel helemaal niet te zien. Hij loopt door naar een groepje vrouwen en begint druk te praten. Wel ja, denkt Daniel. De laatste roddels zijn natuurlijk veel belangrijker. Hij veegt over de kras. Het spijt me, goed heilig man. Uw tekening is niet meer te redden. Geërgerd kijkt hij weer naar de jongen. Er hebben zich wat vrouwen om hem heen verzameld. Daniel kent ze wel. Ze komen hier dagelijks voor hun boodschappen en vooral voor de nieuwtjes. Nu luisteren ze zwijgend naar de jongen die met veel gebaren vertelt. Daniel verstaat niet wat er gezegd wordt, maar het kan geen goed nieuws zijn. Sommige vrouwen hebben een hand voor hun mond geslagen, anderen schudden hun hoofd. Niet lang daarna stuiven ze uiteen en klampen mensen op de dam aan. Daniel komt overeind en staat naar de mensen die aangesproken worden. Hun ogen worden groot en hun gezichten grauw. Ze lijken ineens oud en moe. Wat is er aan de hand? Hij legt zijn papier en houtskool op de kruk, maar blijft staan. Saartje speelt gewoon door op haar fluit, zoals altijd met haar ogen dicht. En hij heeft moeder beloofd haar niet alleen te laten. Elke dag zegt ze het opnieuw, laat je zusje niet alleen. En elke dag belooft hij dat opnieuw, ook al is hij het soms goed zat om voor oppas te spelen. Hij gaat nog liever met zijn vader mee, vodden ophalen. Maar dan moet Saartje binnen blijven. Daniel kijkt de dam over. Geroezemoes dringt tot hem door, anders dan op andere dagen. Hij is de herrie van een markt gewend. Schreeuwende venters, het geluid van ijzers over de stenen als een paardenslee voorbij komt, luidruchtige straatartiesten, blaffende honden en lachende meisjes. De man die mensen altijd met boze stem toespreekt en preekt over hel en verdoemenis. Nu hoort hij mensen snel praten, stemmen die overslaan en daarna zwijgen. De straatartiesten staken in optredens. Zelfs het geblaf sterft weg. De stilte trekt de dam over en achtervolgt het nieuws. Alleen het geluid van Saartje's blokfluit klinkt nog. De hoge, zuivere tonen moeten tot ver op het plein te horen zijn. Daniel draait zich om en ziet de jongen van daarnet tegen de gevel staan. Aan zijn voeten staat een mand in een modderplas, achtergelaten door een van de vrouwen. Wat is er aan de hand? Vraagt Daniel hem. Wat is er voor nieuws? De jongen kijkt hem aan. Zijn ogen staan dof. Het is de pest, zegt hij. De pest is terug in Amsterdam.